bijna kerst, het is donker, een beetje regenachtig. Goed weer om een zwart-wit tekening te maken met wit en zwart krijt. Maar voor we beginnen wens ik jullie alvast een prettige kerst en een goed 2023. Zo, we zijn bij de ezel. Het papier is opgeplakt. Eerst nog iets over het materiaal. Eerst iets over het papier. Ik ga tekenen op pastelmat. Pastelmat. Van merk is Clairefontaine. Dat is een papier met een korrelstructuur. Een beetje schuurpapierachtig. Houdt het krijt heel goed vast. Het is wel duur papier. Losse vellen zijn het goedkoopst. Zo'n blok is natuurlijk verhoudingsgewijs erg duur. Maar ja, voor onderweg vind ik het wel prettig om zo'n ding te hebben. Daarnaast heb je nog een ander soort papier dat ze bij Barend van Swieten verkopen. Dat is van Canson. Die hebben twee Canson-papieren hebben ze. Dit is herkenbaar. Dit is een stuk van een groter vel. Dit is herkenbaar aan zijn witte rand. Dit is Touch. Een beetje vergelijkbaar met pastelmat, alleen al ruw, wat ruwer. Daarnaast hebben we natuurlijk het bekende mitente van Canson. Een stuk goedkoper. Dit komt bij de supermarkt in Frankrijk vandaan. En heb je ook in allerlei kleuren. De kleur die ik ga gebruiken is beige, noemen we dit geloof ik. Gebroken bruin of zo. Kan ook grijs nemen, lichtgrijs of zo. Ik vind dit wel mooi. Het is net even wat warmer. Zwart-wit tekening is natuurlijk wat cool qua uitdrukking als het dan papier ietsjes warmer is. Maar kwestie van smaak. Dan hebben we nodig houtskool, houtskoolpotlood, een zachte 2B, 3B. Je hebt ze in allerlei soorten. Dit is een mooi merkje met een papiertje eraan en een touwtje. Maar houtskoolpotlood is houtskoolpotlood. We hebben wit krijtpotlood. Dat is de hardste witkrijt in de potlood. Dan heb je staafjes. Dat kun je ook gebruiken. Dit hoeft niet allemaal op. Als je zo'n witkrijt potlood hebt, dan ben je al een heel eind. Maar ik laat het even zien. Dit is pastelkrijt carré. Dit is ook carré, dit is van Talens. Die zijn net weer een slagje dikker. Daarmee ook een beetje zachter en een beetje witter. Wat wel goed is om te hebben is een wit pastelkrijtje. Deze is van Schmincke, dat is de zachtste die van Zwieten verkoopt. Nou, dan hebben we doezelaar. Dit is een pappastel doezelaar met zo'n sokje. Dan nemen we ook gelijk wat reserve sokjes, want die dingen die slijten nogal. Vooral op dat ruwe papier. Dit is ook een doezelaar, kennen jullie wel. Kan je ook gebruiken. Het leuke van deze doezelaar is wel dat je daarmee kan schilderen. Dat gaat met die andere doezelaar wat minder goed. En dan hebben we nog een zwart pastelkrijtje. Oh, die ben ik vergeten klaar te leggen. Maar jullie weten wel hoe een zwart pastelkrijtje eruit ziet. Hetzelfde als een wit pastelkrijtje, alleen de zwart. Oh ja, en gum. Ik heb hier kneedgum, gewoon gum erbij heb ik ook nog. Daar kan je net even wat meer mee doen. En wat ook wel een leuk dingetje is zo'n potloodgum. Dat is een gum in de vorm van een potlood. Ik heb hier nog eentje in. Heb je ook allerlei soorten in. Dat is een gum. Dat moet je even voelen hier. Dit moet rubberig zijn. Als het hard is, dan is die voor inkt. Deze kun je ook gebruiken.
We hebben al eens eerder wat op pastel mat papier gedaan. Deze heb ik een aantal jaar geleden als voorbeeldje gemaakt in de klas. Dit is pastel mat papier, ook de bruine houtskool, witkrijt. Later heb ik nog met een beetje rood pastel potlood en geel pastel potlood, gele oker, nog wat accenten aangebracht. Een beetje een voorbeeldje van wat je op pastel mat kunt doen. Dit is een vakantieschetsje. Pastel mat leent zich heel goed voor. Met krijt, met die vierkant pastel te werken op vakantie. Dus hier kun je de kleur van het papier zien. Het speelt overal nog een beetje in het geheel mee. Dit is ook een vakantieschets. Deze heb ik iets anders gemaakt. Ter plaatse heb ik met plakkaatverf het schilderijtje erin geschilderd. En toen ik terug was in het vakantiehuisje, dit was het vakantiehuis overigens, dus ik hoefde niet ver te reizen, heb ik met pastelkrijt heb ik nog wat accenten opgewerkt. Alleen het materiaal zich ook goed voor, omdat het zo dik en zwaar is dat het niet bobbelt. Met gouache kun je, of plakkaatverf kun je daar mooie opzetjes mee maken. Ik heb deze als onderwerp genomen. Verder. Ik gebruik graag de zijkant van mijn wrijven. Dan kan je mooi de grote vlakken mee erin zetten. Hup. Het eerste laagje houtskool laat zich wat moeilijk doezelen, omdat het zo goed vasthecht aan dat papiermat dat die, maar als er wat houtskool op zit, dan kun je daar op een gegeven moment mee gaan schilderen. Vlakgom, gewoon gummetje dus. Dat gaat misschien nog op dit papier nog wel het mooiste.
gumsel wegvegen. De wiek in plaats van een kwast. Daar heeft die eend speciaal voor afgestaan. Potloodgum. Zo, potlood, harde en zachte heb ik nu hier. Voor de schaduwen in het jurkje wil ik voornamelijk de kleur van het papier gebruiken. Omdat die, ja, die zijn natuurlijk verhoudingsgewijs heel licht ten opzichte van de achtergrond. Alleen kijken of ik wat scherpere lijnen, duidelijkere lijnen in de... Is dat met jou aan de hand? In de achtergrond. Dit is al gelijk een stuk zwarter dan gewoon los houtskool. Ik kan er nog ietsjes meer. Zo, ik ga nu met pastelpotlood of wit krijtpotlood aan de gang. Dat is het hardste dat er is en dat werkt langzaam naar het zachtste krijt. Ik heb hem eerst even, toch even gefixeerd, omdat ik niet wil dat het witte en het zwarte krijt of het houtskool te veel mengt. Want dan krijg je een soort grijs, dus dat heb ik toch een klein beetje gefixeerd. Een schone sok aangetrokken over mijn panpastelhouder. Bij deze tekening moet ik erg veel met wit krijt doen in het voorwerp, dat is logisch hè, met het onderwerp. En, dus ik wou het voor nu bij deze houden. Goed, tot zover voor vandaag.
Dit is dan deel 1 in het jurkjesverhaal. Volgende keer verder.